Nou, we zijn nu een stukje noordelijke richting. Volgens de oude kaart moet hij volgens mij toch naar het oosten. Maar een soort bruggetje, dat gaat nergens overheen. Hier is wel water wat in noordelijke richting loopt. Dus het kan zijn dat ik me vergis. Hunzezone, ijstijd. Nou, dit is nauwelijks meer te lezen. En ik betwijfel of dit. Nou, goed, dat ding heeft natuurlijk zijn loop ook wel een paar keer veranderd. Nou, daar lijkt water te zijn, maar daar is ook iets. En dan lopen we even heen. Want misschien is dit de loopwel die we moeten hebben. Ik weet het niet meer. Ik kan het even vanuit het kaartbeeld niet thuis brengen. Maar de reconstructie hoeft ook niet precies overal de oorspronkelijke oude loop te volgen, moet je bedenken. Ik ben hem even kwijt in ieder geval als ik het vergelijk met de kaart. Maar daar komen we wel weer op terug. En dan zou die dus hier een mooie meander moeten maken. Nogmaals. Ik herken het niet van het kaartbeeld, maar ik kan het natuurlijk vergissen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een reconstructie niet altijd volgt. Ja, hoe het geweest is, wat gelegen heeft. En dat kan in dit geval ook niet altijd. Want er is natuurlijk van alles. En er zijn misschien ook meerdere lopen geweest, dat weet je niet. Daar is die boerderij van zo net. We zullen het straks op de kaart. Nou, verder die weg vervolgen die nu weer een beetje naar het oosten gaat. Er ligt hier wel water. In ieder geval op de kaart uit deze eeuw was dit hem niet. Maar het kan natuurlijk een nog oudere loop zijn die ze weer tevoorschijn halen. En dit weggetje leidt naar het tolhuis. Waar in ieder geval... Nou, waar hij niet vlak langs gelopen heeft volgens de kaarten uit, nou, zeg maar de 20e, 50e jaren van deze eeuw en daarvoor. Maar er staan hier wel weer van die mooie borden van het Hunze gebeuren. Dus ja, wie ben ik om te zeggen dat het niet klopt? Nou, we gaan eens even kijken hoe dat zit. Ja. Tolhuis, dat hebben we hier. En ik ga nu volgen wat ik op de kaart gezien heb van... En mijn ouders wisten nog dat hier tol betaald moest worden zelfs. Een stuiver of zo. Stond hier een slagboom. Ik ga in ieder geval nu die kant op. Want daar loopt een stukje dat op dezelfde plek loopt als het, nou, hetzelfde diepje wordt er dan gezegd. Of oude Hunze op de wat oude kade. En dat loopt voor het gebouw langs van Hooghout. Kijk eens even.
dit zou de loop wel eens kunnen zijn die ik bedoel. En die dus misschien wat recenter is dan het verhaal daar verderop bij dat tolhuis. Kijk eens even, dit zou de loop wel eens kunnen zijn die ik bedoel. En die dus misschien wat recenter is dan het verhaal daar verderop bij dat tolhuis. Maar toch, ja, wel bekend stond als hetzelfde diepje of de oude mensen. En hij maakte, als je op de kaart kijkt, inderdaad een knak naar het zuiden. Langs het pand van Hooghout. En verderop zie je het hoogholtje van Hooghout. Dus ja. Hier zijn we in ieder geval weer op het spoor dat ik herken. Maar toch, ja, wel bekend stond als hetzelfde diepje of de oude mensen. En hij maakte, als je op de kaart kijkt, inderdaad een knak naar het zuiden, langs het pand van Hooghout. En verderop zie je het hoogholtje van Hooghout. Dus ja. Hier zijn we in ieder geval weer op het spoor dat ik herken. Nou, vanaf dit punt wordt het voor mij op de kaart wat lastig te volgen, waar dat nu loopt. Hij gaat in ieder geval die kant op en daar schijnt ook nog wel wat te liggen. Maar dat loopt door vrij ingewikkeld gebied en komt uiteindelijk uit in het oude Winschoterdiep. Op het punt waar die twee, waar het nieuwe en het oude Winschoterdiep samenkomen. Dus dat zullen we nog. Moet je wel zeggen dat hij er in dit gedeelte gewoon voor het grootste deel echt meer is. Hier is natuurlijk ook van alles aangelegd. Ringweg en dat soort dingen. Ja. Maar goed, er ligt hier blijkbaar wel een watertje. Eens kijken of we dat als herkenbaar nog terug kunnen vinden ergens. Nou, hier ligt in een viaduct natuurlijk. Maar hij zou hier ergens langs deze weg wel geweest moeten zijn. En daar kunnen dus nog wat stukjes van resteren. Nou, daar loopt inderdaad weer water. Moment. We stappen even af. Ja, wie zal het zeggen? Oh. Het ziet eruit alsof dit inderdaad nog een stukje zou kunnen zijn. En ja, dat volgt ook wel uit het beeld verder wat ik had. Dus ik denk dat we hier ook nog een klein stukje oude hunzen hebben. Nou, wat we in ieder geval weten is dat hier op dit punt, waar het oude en nieuwe Winschoterdiep uit elkaar splitsen, uit dat oude Winschoterdiep kwam, dat verder daar vandaan komt. En dat die hier op dit punt waar ik nu sta, dus ergens deze kant op gestroomd heeft.
vanaf dat punt met die mast is het Winschoterdiep, vroeger ook wel het Schuitendiep, gewoon valt samen met de loop van de Hunze. Totdat we bij het Drentse Diep komen, bij het Foxholstermeer in de buurt. Daar gaat hij dus weer, verlaat hij het Winschoterdiep weer, wat natuurlijk later gegraven is. En ja, een stukje van de Hunze is dus opgenomen in het Winschoterdiep. En dat is dit stukje. En dan rijden we dus over Waterhuizen langs het gedeelte waar Winschoterdiep en Hunze een stukje hetzelfde zijn. Langs de gasbedoeling hier. Nou, dit is de onderpolder. En hier komt het Drentse Diep weer uit het Winschoterdiep. En dit is weer een loop van de Hunze. En die gaat zo richting Zuid-Ladermeer. Ik zag op de kaart dat hij hier ook wel Oostermoerse Vaart werd genoemd. Ik dacht altijd dat dat pas aan de andere kant van het Zuid-Ladermeer gold. Maar dat blijkt ook voor dit stukje te gelden. Of althans te hebben gegolden, het Drentse Diep. Nou, dit is de onderpolder. En hier komt het Drentse Diep weer uit het Winschoterdiep. En dit is weer een loop van de Hunze. En die gaat zo richting Zuid-Ladermeer. Ik zag op de kaart dat hij hier ook wel Oostermoerse Vaart werd genoemd. Ik dacht altijd dat dat was aan de andere kant van het Zuid-Ladermeer gold. Maar dat blijkt ook voor dit stukje te gelden. Of althans te hebben gegolden, het Drentse Diep.